Goedenavond dan allemaal. Welkom bij deze avond over jullie serie Leefstijl als medicijn. En dat is eigenlijk heel toepasselijk, want ik ben medisch adviseur bij Je Leefstijl als Medicijn. Daar vertel ik ook wat over. Ik werk verder als internist in Den Haag. En de titel van deze presentatie heet Leefstijl en chronische ziekte. En ik probeer de term leefstijl vanavond ook handen en voeten te geven. En het is een heel hard noodzakelijk iets dat we leefstijlgeneeskunde inzetten voor meer preventie. Omdat je in feite daarmee betere zorg levert, ja, minder complicaties hebt omdat je minder medicijnen nodig hebt, veel lagere zorgkosten hebt, ook veel minder personeel hebt in de toekomst. En ik ga een pleidooi houden om leefstijl als oorzaak ook te waarderen voor heel veel chronische ziektes die we allemaal ons kunnen treffen. En daar volgt dan ook uit dat je met leefstijlmaatregelen de zaak weer kan omkeren en in ieder geval heel veel meer aan preventie kan doen wat nu gebeurt. Dus mijn naam is dus Ivo Sijpkens. En tot mijn grote verbazing, met een test samen met de assistenten, werd bij mijzelf ook een voorstadium van diabetes vastgesteld. Dus dat snapte ik helemaal niets van. Met goed bewegen en gezond eten, dat je toch diabetes krijgt. En een collega zei, ja, dat is een erfelijk dingetje. Je moeder heeft dat ook en dat kan heel lang goed gaan. Nou, daar moet je het dan mee doen. Maar over leefstijl werd niet gerept. Nou, ik kreeg toen nog een hernia en op eigen kracht daarvan genezen. Wel met hulp van coaches en healingsprincipes. Hè, dus het zelfherstellend vermogen van je lichaam aan de hand van dat voorbeeld weten te waarderen. Dus ook in aanraking gekomen met positieve gezondheid. Hè, dat gezondheid ook bepaald wordt door de omgeving waar je woont. De connecties die je hebt. Dat er heel veel bij komt kijken voordat je gezond noemt. En sinds een jaar of twee ben ik via een patiënt op het volgende plaatje in aanraking gekomen met low carbohydrate living. Dus ik kreeg van een patiënt die succesvol was afgevallen een boek. Dat middelste boek om precies te zijn, al in 2011 geschreven. En die zei van nou, dokter, met uw advies van meer bewegen en minder eten kon ik niet afvallen. En nu ik de principes van dit boek heb gevolgd, kijk, ik ben nu 20 kilo afgevallen. En het bijzondere was dat ook de nierziekte waar die patiënt aan leed helemaal genezen was. Nou was ik al heel erg bezig met het volgen van Hanno Pijl, dus de professor in Leiden. Een diabetes professor die een boek had geschreven, Maak jezelf beter. Dat gaf ik ook als advies mee aan de patiënten. En dat was vooral gefocust op een suikerbeperking. Maar koolhydraten is meer dan suiker, ga ik zo over vertellen. Hè. Suiker en zetmeel. En als je beide beperkt, werkte dat voor die patiënt heel goed. En in die tijd kreeg ik ook een lezing te horen van Wim Tilburgs. Dus de voorzitter van Je Leefstijl als Medicijn. Dus dat speelde dus 2 jaar geleden. En die vertelde dat hij op het punt stond om een maagverkleining te krijgen. Vanwege zijn overgewicht en zijn diabetes. En die dacht, kan dat niet op een andere manier? En die heeft ook voor deze wat striktere aanpak gekozen. En je ziet het, helemaal een metamorfose. Geen operatie nodig. Enorm afgevallen. De diabetes helemaal omkeerbaar. En dus had ik in korte tijd 2 voorbeelden van een enorme effectieve aanpak waar ik nooit iets van geleerd had in de universiteit en ook niet via de wetenschappelijke artikelen die ik volgde. Dus dat is toch wel heel merkwaardig. Maar gesterkt door die voorbeelden ben ik die levenswijze ook gaan toepassen op mezelf. En dat doe ik nog steeds tot de dag van vandaag. En daarmee is het gewicht veel beter. Die diabetes is helemaal verdwenen en ben ik
Ook vol energie kan ik het intensieve werk aan als internist. Dus dat maakt heel veel uit als je ook een persoonlijke positieve ervaring hebt. Dat je er ook zegt van nou, daar mogen mijn patiënten dan ook van profiteren. Dus ik ben het in feite bij elke patiënt als optie gaan aanbieden. Dat je met leefstijl en dan in het bijzonder een voedingsverandering, dat je betere resultaten hebt dan met medicijnen alleen. En zo kom ik ook tot de onderwerp van vanavond. Hè, de relatie tussen die leefstijlzaken en vooral de voeding in relatie met die chronische ziektes. En dan vind ik het ook mooi om een inhaalslag te doen om wat voedingskennis met jullie te delen. Dat wij wat de dokters eigenlijk niet goed zelf beheersen, goed om dat te weten. En dan maak ik een koppeling van die voeding naar hormonale afwijkingen in het lichaam, waarbij het hormoon insuline centraal staat. En als dat maar hoog genoeg oploopt, dan verklaart dat een groot deel van de chronische ziektes. En in feite, die chronische ziektes die we kennen, die worden gekenmerkt door een ontregeling. En die noem ik een metabole dysfunctie. Een ontregeld hormonaal systeem. En als je goed kijkt, en ik laat ook zien hoe ik dat doe als arts en hoe je dat bij jezelf kan doen, dan zie je dat bij een merendeel van de mensen met chronische ziekte ook speelt. Nou, en daar zijn niet zo die medicijnen voor geschikt. Die bestrijden vaker de symptomen. En met leefstijl kan je dus die grondoorzaken aanpakken. En als je dat systematisch doet met hulptroepen, verpleegkundig specialisten, diëtistes, ja, dan kan je dat goed invoeren en kunnen heel veel mensen daarvan profiteren. En de laatste 2 jaar zie je ook dat via de patiënten die hier kennis mee maken, dat het als een lopend vuurtje rondgaat in Den Haag. Dat veel mensen aan elkaar vertellen dat dit de manier is om gezonder te worden. Ze zeggen tegen mij, het werkt. En dat motiveert om ermee door te gaan. Dus ik geef dus niet een dieet mee naar de mensen, maar een leefstijlverbetering wat voor de rest van het leven geldt. En in feite is dat niet een exotisch extreem dieet, maar iets wat je ook weer het oude normaal kan noemen. Wat nu weer in een nieuw jasje gegoten mag worden en nu weer geherwaardeerd worden. Dus de wijsheid van vroeger wordt weer opgepakt. Dus wat ik vandaag vertel is dus heel goed terug te vinden in hoe het vroeger ging, hoe we vroeger aten. Dat we daarmee ook gezonder waren dan nu. En dat we met die kennis nu weer aan de slag kunnen. En ik zal ook een kleine uitweiding maken naar COVID. Want dat is ook heel erg gerelateerd aan die metabole dysfunctie. Dus wat ik nu merk de afgelopen half jaar met COVID, dat mensen nu veel gemotiveerder zijn om aan hun leefstijl te doen. Ja, want daarmee kunnen ze complicaties van COVID voorkomen. En dat geeft meer prikkeling nog om aan de slag te gaan dan wanneer ze diabetes hebben. Dus er is een verbinding tussen acute en chronische ziektes. Waarmee mensen nu nog meer gemotiveerd zijn om te kijken. Dus het is ook een beetje een waarschuwing naar het gehoor. Dus dit kan zo aanstekelijk zijn dat je dat morgen ook wil beginnen. Maar er is helemaal geen haast bij. Je kan het rustig eens bekijken, op studeren en het een en ander eens uitproberen. Eens goed nadenken over welke gezondheidsdoelen je hebt. En afhankelijk van die doelen en het tijdspad kan je wat adviezen uit deze avond over gaan nemen. Maar ik zal nooit zeggen dat moet, maar het is een mogelijkheid om daarmee de gezondheid te verbeteren. En als je helemaal goed voelt met je huidige levenswijze, is dat minder nodig dan wanneer je al chronische ziektes hebt en meer medicijnen nodig hebt. Of dat je wat minder goed in je vel zit. Of toch wat zorgen maakt over je weerstand. Dus dan kan het toch weer relevanter worden zo'n avond.
Dus het kan best wat betekenen, zo'n avond, deelname aan zo'n cursus, kan voor u een verandering betekenen. En dat geldt ook voor de mensen met wie u leeft. Hè. Misschien is het daar ook een goede tip voor. Dus even een stukje reflectie. Ik vraag het sinds 2 jaar dus aan elke patiënt. De dieetanamnese, kunt u eens vertellen, wat heeft u voor het ontbijt gegeten? Nou, en dan weet ik vaak al wel hoe het ongeveer zit. De lunch, het avondeten, de tussendoortjes, wat drinkt u? In een paar minuten heb ik precies door wat de mensen eten. En voordat ze een antwoord geven op deze vraag, zeggen ze altijd, nou, maakt u geen zorgen, ik eet gezond. Plaat je hier precies de dingen waarvan wij denken dat het goed is. Lekkere bruine boterham, zuivelproducten, vaak magere yoghurt, hè, want veel mensen zijn bang voor vet. Ze nemen fruit als tussendoortjes. Dan komt er de lunch bij, er komen ook weer wat broodjes langs. 'S middags weer wat honger, fruitje erbij of een koekje bij de thee. En 's avonds is het vaak toch de Hollandse pot met gevarieerd rijst, pasta, aardappelen, groenten. En dan 's avonds is er ook nog wat trek. Nou, dan wordt er ook nog een fruitje genomen. Volgens het idee van de patiënt hartstikke gezond. Dus de beleving is er helemaal niet dat nadelige gevolgen kan hebben, zo'n voedingspatroon. Dus reflectie voor uzelf. Ga eens na wat u vandaag gegeten hebt. Nou, en leg dat dan op deze presentatie om te kijken waar de verschillen zitten. En hoe het ook anders kan. Nou, dan kondigde ik u aan dat ik wat basale voedingskennis met u wil delen. Juist ook omdat er zoveel misvattingen zijn. Bij vet denken we allemaal van verzadigd vet, dat is slecht. En onverzadigd vet of plantaardig vet, dat is goed. Hè? Dierlijk is slecht, plantaardig is goed. Zo zijn we in feite geïndoctrineerd met een soort beeld. En dat heeft consequenties voor de praktijk. En zeker als je aankomt, dan denken mensen, ja, vet bevat 9 kilocalorieën per gram. Dat is meer dan bij eiwit en koolhydraten, dat is 4 kilocalorieën per gram. Dus als je veel vetten eet, dan zul je ook meer aankomen. Dus als je wil afvallen, het eerste wat je moet doen, is minder vet nemen, want dan heb je een caloriebeperking. Ja, en dat concept zit bij heel veel mensen nog in het hoofd. Nou, belangrijk is, want mensen gaan dus hun vetten verlagen, dat je moet beseffen dat vet een uitstekende brandstof is. Dus dat geldt voor vet wat in de voeding zit, maar ook vet wat je als lichaamsvet hebt opgeslagen. Dus dat ga ik straks leren hoe je dat weer als brandstof kan gaan gebruiken. En die vetten bevatten essentiële vetzuren, dus die maakt het lichaam zelf niet. Maar die vetzuren, die moet je via de voeding binnenkrijgen. En die vetzuren en die vetten, die zijn nodig om de vitamines A, D, E en K goed op te nemen. Daarvoor is vet ook belangrijk. En vet zit in voeding, vaak goede voeding, waar een heleboel vitamines en mineralen ook in zitten. En ja, zeker een stukje vlees of een ei of een stukje kaas. Iedereen denkt maar van, dat is dierlijk en dat heeft dus verzadigde vetten en dat is slecht voor mijn cholesterol. Terwijl dat feit al niet klopt, want natuurlijke vetten waar we het hier over hebben, bevatten eigenlijk altijd een mix van verzadigde en onverzadigde vetten. En dan is het toch al gek, dus dat ineens binnen een stukje vlees of een eitje de verzadigde vetten, denk aan de eidooier, slecht zijn en de onverzadigde vetten, dat die ineens goed zijn. Dat is al een beetje merkwaardig. Dus dat klopt ook helemaal niet. Het is nu helemaal duidelijk dat op zich verzadigde vetten uit natuurlijke voedingsproducten, dat dat eerder gezond is voor het lichaam. En je vetzuursamenstelling in het lichaam verbetert ervoor en het
is niet nadelig voor hart- en vaatziekten. En je kan dan een onderscheid maken, echt puur verzadigde vetten, zoals boter hier en kaas en kokosolie. Nou, dat is dus helemaal niet slecht. Meervoudig onverzadigde vetten, wat ook dus in eieren, in vlees zit, in noten. En de onverzadigde vetten, enkelvoudig, daarvan is de avocado en de olijfolie een voorbeeld. Dus al deze producten die je hier ziet, zou ik willen klassificeren als gezond. Kijk, als je te veel ervan neemt, en ik laat ook zien straks wanneer dat het geval is, of je combineert het met heel veel koolhydraten, dan kan het te veel van het goede worden en bijdragen aan overgewicht. Ja, dus dat zei mijn vader altijd al, te is niet goed, behalve te huis. En dat geldt ook voor te veel vetten. Maar het mooie van vet is dat het heel goed verzadigend is. He, dus het zijn, en dat is heel belangrijk in de voeding, dat je zodanig eet, daar kom ik later ook op terug, dat je goed verzadigd bent van een maaltijd, zodat je heel lang geen honger hebt en geen urgentie hebt om weer wat te eten. Dus vet moet je dus niet onderverdelen in verzadigd en onverzadigd. Je kan beter kijken naar natuurlijk en onnatuurlijk. En onnatuurlijk is bewerkt. En hier zie je een staartje van vooral de oliën. En plantaardige oliën, zoals hier het voorbeeld van zonnebloemolie. Dat lijkt gezond, hè? Want je ziet een mooie zonnebloem. Je denkt het is plantaardig, dus dat zal wel goed voor je zijn. Maar het is een bewerkt product, want de industrie moet heel veel moeite doen om olie uit die pitten te persen. En daar zitten chemische stoffen zijn daarbij betrokken. Nou, en die samenstelling van die vetzuren die worden ongunstig, bevat omega-6 vetzuren. En die hebben een ongunstige werking in het lichaam. Een beetje is niet zo erg, hè, als die vetzuren binnenkomen via natuurlijke producten zoals vlees. Maar als je dagelijks voor het klaarmaken van groenten of het frituren of in de margarines, hè, denk aan de bekende bak- en braadproducten, ik zal geen namen noemen, dan zit daar vaak die zonnebloemolie in, raapzaadolie, koolzaadolie en dat bevat veel linolzuur. En als dat dagelijks terugkomt een leven lang, dan kan dat ongunstig uitpakken in het lichaam en dus bijdragen aan overgewicht, bijdragen aan ontsteking in het lijf en daarmee dus aan de chronische ziektes. Dus dat is een hele belangrijke les, dus dat plantaardige, bewerkte oliën in een overmaat geconsumeerd, dus in een ongunstige verhouding ten opzichte van de goede vetten, dat het schadelijk is voor het lichaam. En dat kan ik laten zien aan dit plaatje, dat in die grote gele streep zie je het aandeel van overgewicht, wat is helemaal toegenomen. En eerst dachten we, nou dat is puur, heeft dat met meer suikers te maken. Maar je ziet vanaf 2000 dat de industrie die werkt daar ook aan mee. Neem het voorbeeld van een koekje. Dat ze dan zegt van nou, er mag minder suiker in de koekjes. Maar wat is er nou gebeurd? Dat in plaats van die suikers zijn die plantaardige oliën, ja, er moet iets voor terugkomen. Die zijn dus in die koekjes terechtgekomen. En de epidemie aan overgewicht neemt alleen maar toe. Dus dat is al zo'n belangrijk inzicht. Dus dat die toegevoegde oliën misschien wel nog belangrijker zijn dan de suikers en de zetmelen. Het is de combinatie van die twee. Want er wordt nog steeds te veel suiker en te veel zetmeel gegeten. Maar in een milieu van die verkeerde oliën komt dat veel te hard aan. En dan snap je dus dat die suikers en zetmelen, ook al lijkt het gezond, vaak te veel is. En dat ga ik heel goed demonstreren. Dus dan gaan we naar de eiwitten. Nou, daar is ook veel over te doen. Dus hier kan je bijvoorbeeld een indeling doen in dierlijke eiwitten en plantaardige eiwitten. En nou, nu zal er in het publiek zal er ook een verdeeldheid zijn. Sommige mensen zijn veganistisch, sommige zijn vegetarisch.
aan de andere kant van het spectrum zit carnivoor. Nou, dat betekent al dat mensen zitten met dat mensen omnivoor zijn. Hè? Dus als uitgangspunt. Dus wij zijn heel goed getraind om te overleven. Of je nou aan de ene kant of aan de andere kant zit. Maar de vraag is wat nou het meest gezonde is. Als je jong bent en je hebt veel weerstand, kan je best een aantal jaren veganistisch blijven. Maar om dat een heel leven lang vol te houden, is alweer ingewikkelder. Dus, hè, dus dan moet je dus al je eiwitten uit de plantaardige voeding laten halen. En dat is, daar heb je meer voeding voor nodig. Moet je meer je best voor doen om volwaardige eiwitbronnen ook binnen te halen aan plantaardige voeding. En met dierlijke producten, zie daar weer het eitje liggen, hè, bevat mooie vetten en mooie eiwitten, dan heb je aan 1, 2 eitjes per dag om een hele mooie basis aan eiwitten binnen te krijgen. Daar heb je dus minder moeite voor. Nou, en we weten, hè, dus dat die eiwitten ook essentieel zijn en dat er veel aminozuren in meekomen en die we als lichaam zelf niet maken. Dus volwaardige voeding bevat ook eiwitten met die essentiële aminozuren. Dus hier gaat het dus heel vaak mis, zeker als mensen ouder worden. Hè, dan gaat de eetlust wat naar beneden. Dus dan gaat van nature de eiwitinname al wat naar beneden. Nou, dan gaat ook de inname van goede voeding wat vaak naar beneden. Dus ze missen de micronutriënten weer, hè, dus de vitamines en de mineralen. En dan kunnen er tekorten ontstaan. Er zijn ook, hè, dat zie ik in Den Haag, heel veel mensen die uit geloofsovertuigingen geen varkensvlees eten, de moslims, of geen rundvlees eten, heel veel Hindoestanen. Nou, en die hebben dus al meer moeite om hun eiwitten binnen te krijgen. En dat wordt, die plaats wordt ingenomen weer door die koolhydraten. Ja, dus hier zit ook een onderdeel van het probleem. En ik heb hier nog een mooi voorbeeld. Ja, dus want ik zeg ook niet al, hè, de dierlijke eiwit is per definitie goed. Ja, want dan heb ik dit voorbeeld. Want ik zie dus heel veel mensen, hè, en mijn collega's ook, hè, en dan in de volle breedte, niet alleen in de interne, van mensen die gezondheidsproblemen hebben. Hè, denk aan huidproblemen, darmproblemen, hè, wat veel voorkomt. En dan blijkt het zo te zijn dat mensen wat minder goed kunnen tegen melkeiwitten. Hè, die zijn dierlijk, hè, dus dat is het niet. Maar ze bevatten caseïne A1 eiwitten. Hè, dit is de bekende Holstein-Friesian melkkoe die je overal ziet. En dat is eigenlijk maar een jong ras en bevat helaas melk, wat heel veel mensen toch niet zo goed kunnen verdragen. He, dus in zekere zin is het een koemelk, ja, allergie of overgevoeligheid. Je kan ook antistoffen meten tegen die eiwitten. Ja, en dan is het voor die mensen ook een voedingsstof wat dagelijks binnenkomt en dus bij kan dragen aan ontsteking en afname van de weerstand. En ik zet daar de oerkoe tegenover, he, de ouderwetse Jersey koe. En die heeft nog de ouderwetse oermelk, bevat caseïne A2. En daar kunnen we als mens veel beter tegen. Dus ik ben ook zelf overgestapt naar de Jersey yoghurt. Omdat ik het idee heb dat dat toch gezonder is. Dat je dat als mens beter kan verwerken. Maar dat is heel individueel. Maar mooi bruggetje om even naar de koolhydraten te gaan. En dus die zijn weer onder te verdelen in suikers, zetmeel en vezels. En we beginnen met de suikers. En hier heeft iedereen wel een goed gevoel van dat er in de voeding veel suikers is ingeslopen, geleidelijk aan. Vooral in de bewerkte voeding, in de snoep. En dat te veel daarvan onduidelijk is. Dus iedereen is het er ook over eens dat te veel aan suikers niet goed is voor de gezondheid. Als je jong bent, kan je ermee wegkomen. Maar wat hier het probleem is,
dat dit in feite de eerste verslaving is die de mensheid al met zich mee heeft gekregen. Want helaas gaan we te snel van de moedermelk af en worden er meteen zoetige stoffen, smaken aan de voeding toegevoegd. En dat geeft dus een groot probleem, want dat geeft al een verslaving. Ook de opvoeding gaat fout, want een snoepje is lekker als troost. En daarmee frustreer je ook het goede emotiebeheer van de mens. En kan je en dat kan een leven lang kan dat de mensen parten spelen. Dus we hebben een soort raar idee dat als je jong bent dat je dat allemaal kan gaan gevaarloos kan gaan eten. En dat is zo ontzettend dom, want vroeg of laat loop je tegen de lamp en dan moet je zien af te kicken van die producten die je hele leven lang hebt gegeten. Dus er is zelfs een naam voor, processed food addiction in het Engels. En dat is vergelijkbaar aan het verslaafd zijn van sigaretten en cocaïne. Zo sterk is dat. En dit verklaart ook waarom het zo moeilijk is om van een koekjes af te blijven in huis. En dat je er vaak weer naar grijpt als de zak nog niet leeg is. Dat heeft met verslaving te maken. Onze hersenen willen elke 30 minuten willen ze aandacht. Dat is evolutionair. Dus daarom was ik blij dat net even de telefoon ging. Even rust voor het brein. Nou, even een slokje water. Nou, zet een muziekje op. Ga even naar buiten, even wat bewegen. Elk half uur hoor je iets te doen waarmee je brein gelukkig wordt. Nou, een slokje water nemen. Even rust. Nou, en dan kan je er weer tegen. Dus die suikers die zijn gemaakt van glucose en fructose. Hè. De saccharose is de tafelsuiker wat erin zit. Wat mensen niet realiseren, dat zetmeel, dat is een polysaccharide, dus dat is een keten aan suikers. En wij kunnen met ons enzymsysteem heel prima die suikers omzetten. Heel snel worden die in de darm, worden die omgezet naar suikers en wordt opgenomen. Dus voor het lichaam maakt het niet zo heel veel uit of je nou suikers neemt uit snoep of suikers neemt uit een banaan. Waar veel suiker in zit. En in die producten zit dus meer suiker dan je denkt. Belangrijk. Dus ik heb hier een voorbeeldje genomen. Dus hier heb je brood. Nou, dat wordt gemaakt van tarwe en haver. Hè, dat staat ook op het pakje. Dus dat zijn granen. En granen, dat zijn zetmelen. En nou, dat lijkt een heel mooi gezond stukje brood. Want zo zijn we ook geïndoctrineerd dat we moeten brood eten. Als we geen brood eten, krijgen we onvoldoende vezels binnen en dan gaat het niet goed. Terwijl het geen essentieel voedingsmiddel is. Er staat nergens bij essentiële koolhydraten. Hè? Essentiële vetzuren, ja. Essentiële aminozuren, ja. Maar essentiële koolhydraten, nee. Dus als mens heb je geen koolhydraten nodig om een gezond leven te leiden. En hier is dat gezonde stukje brood in feite een stukje bewerkt voedsel. Want er zit heel veel olie zit erin. Die olie die ik net genoemd heb. En ook zelfs suiker is hier aan toegevoegd. En de kleur bruin is door mout veroorzaakt. En niet door natuurlijke granen. Dus dit is het brood wat de patiënten in het ziekenhuis te eten krijgen. Dus dat is niet helemaal optimaal. Dus ook een belangrijk inzicht wat nog niet leeft bij de mensen. Nou, dan heb je groenten. Hè, dus we hebben de granen net even, het brood en de pasta. Pasta wordt van tarwemeel gemaakt, wordt ook snel opgenomen. En deze groenten, nou, dat is helemaal heilig verklaard. Hè, want groenten, daar kan niks mis mee zijn. Nou, ook dat is niet waar. Je hebt groentes, hè, waar vooral het onderste plaatje, de penen, de aardappelen, hè, de wortels,
die bevatten vrij veel koolhydraten, vrij veel zetmeel. Dat zijn de zetmeelhoudende groentes. En die kunnen voor een persoon al een te grote belasting vormen. Dus de bekende aardappelen 's avonds, dat kan, als je dat dagelijks neemt, dan kan dat te veel gaan worden. En de groene groentes, die bevatten veel minder koolhydraten. En ook dan denk je, dat moet allemaal helemaal gezond zijn. Maar ook dat klopt niet, want die groentes, die hebben ook hun beveiligingssystemen. Groentes die, vooral de zaden en wat er onder de schil zitten, daar zitten lectines in. En dat zijn afweerreacties tegen het gegeten worden door dieren. Dus die kunnen voor mensen ook ongezond zijn. Dus daar zit ook een individuele probleem. Heel veel mensen kunnen moeiteloos tegen de groenten. Maar als je al te veel aan granen eet en je darminhoud wordt ongezonder, je darmwand wordt ongezonder, dus een vergrote doorlaatbaarheid van producten, dan kunnen die stoffen in die groentes ook het lichaam inkomen en die kunnen auto-immuunreacties, dus immuunresponsen opwekken, waardoor ziektes kunnen ontstaan. En dan is dat voedingsgerelateerd. Dus het is nogal wat ik zeg, want dat zal best indruk maken dat vanuit die gezonde producten toch problemen kunnen ontstaan. Nou, dan heb je fruit, precies hetzelfde, zo'n tweedeling. Fruit ook heilig verklaard. Je moet en zal 2 stuks fruit nemen, maar er staat niet bij wat voor fruit dat is en hoeveel suiker daar in feite in zit. En het jammer is dat fruit ook een stukje bewerkt voedsel is geworden, omdat dat in de loop der jaren is opgekweekt om het maar zo zoet mogelijk te laten maken. En zoet betekent dat er heel veel zetmeel en heel veel fruitsuiker in zit, wat ook weer een te grote belasting kan vormen naast het systeem. En zie je dat er nu een patroon ontstaat, dus dat je en de granen en de zetmelen en de suikers, dat een paar keer per dag in het lichaam binnenkomen en dan is het een te grote belasting. En je moet al naar het zomerfruit gaan om fruit te vinden wat minder belastend is. Maar besjes bijvoorbeeld, heel populair, lekker in de yoghurt. Maar daar zitten toch weer wat koolhydraten in, zodat het ook weer moeilijk is om er een handje vol van te nemen. Er worden vaak 2 handjes vol. Nou, dan nog even het laatste uitstapje naar de drank. De drank is natuurlijk duidelijk, dus water, thee, de groene thee, de koffie zonder suiker, dat is prima. Dus je kan zeggen de softdrinks light, waar geen suiker in zit, maar wel zoetstoffen, dat kan wel een probleem zijn. Dan heb je aan de rechterkant de bekende dingen, dus het bier, de cola, de smoothies, waar heel veel suiker in zit, ijsthee. Nou, hoeveel jongeren zie je niet met zo'n blikje Red Bull rondlopen? Maar ouderen, die nemen dagelijks een glas jus d'orange uit een pak. Nou, zelfs als je het uitperst, zit daar heel veel suikers in. Als dat dagelijks doorkomt, is dat te veel. Melk, daar zit melksuiker in. Lactose is glucose en galactose. Dus ook dat telt op bij al die koolhydraten. Dus in de loop der jaren zijn we dus samengevat meer onverzadigde plantaardige oliën gaan gebruiken, meer ongezonde vetten, te veel suikers, dus ongezonde suikers, en ook te veel koolhydraten. En bij elkaar kan dat al een heleboel verklaren. En in Engeland hebben ze het voor de patiënten heel goed gevisualiseerd. Neem rijst, aardappelen of spaghetti, de bovenste 4. En dan wordt er gezegd, nou, wat je normaal eet, een kommetje suiker of een kommetje spaghetti, een kommetje rijst en 3-4 aardappelen. Dat wordt omgezet in 6 tot 8 schepjes suiker. Elke keer 4 gram suiker per theelepeltje.
Dus dat is enorm inzichten. Kijk ook naar die banaan of naar die appel, opgekweekt met veel suiker. Veel suikerklontjes krijg je dan binnen. Nou, nu snappen de mensen van, hey, dit kan voor mij wel eens te veel zijn. Nou, dan wil ik voor de pauze nog één stukje met jullie bespreken. Dat gaat iets sneller. Dat wil laten zien hoe het lichaam omgaat met die suikers die langskomen. En het is dan al inzichtelijk dat in het bloed in feite maar heel weinig suiker zit. Je zag net die theelepeltjes. En één banaan, 6 theelepels suiker. En in het bloed zit op 5 liter bloed maar 1 theelepeltje suiker. En dat wil dus wel wat zeggen dat te veel suiker in het bloed, dat niet zo goed is. En dat we dus een systeem hebben ontwikkeld om zo'n kommetje rijst met heel veel suiker heel snel weg te werken. Nou, en daarvoor is het hormoon insuline nodig, wordt gemaakt door de alvleesklier en zorgt ervoor dat die suikers uit de voeding opgenomen in de darm, dat die in de cellen worden opgenomen en dat die heel snel die suikers worden opgeslagen als glycogeen in spieren en in de lever en als vet in het vetweefsel. En insuline remt dus de vetafbraak. En nu zie je dus precies het probleem als je 3 tot 6 keer per dag, en sommige mensen 10 keer per dag, een koolhydraatmoment hebt, waarbij suikers of zetmeel naar binnen komt, heb je elke keer insuline nodig. En kom je nooit aan die vetafbraak toe. En dan kan je 's ochtends vroeg zelfs ook hoge insulinespiegels meten. Dat is iets wat ik al 2 jaar bij elke patiënt doe. Dat doet geen dokter bijna in Nederland. Maar het is heel inzichtelijk hoe het nou met je metabole gezondheid gesteld is. Dus ik was zelf, had ik een nuchtere insuline van 12 toen ik die diabetes ontdekte. En het is nu naar 4 en de laatste keer heb ik het gemeten was het 5. Nou, en dan weet ik dat het metabool weer goed is zonder medicijnen. Dus insuline is een hele belangrijke speler. En je kan het ook op deze manier visualiseren. Van dat je kijkt van, nou, wat gebeurt er nou met die insulineresponsen op de voeding? Hoeveel insuline heb je nou nodig om die voeding weg te werken? En dan is het heel logisch dat je aan de rechterkant die echte suiker ziet. Heel veel insuline nodig. Aan de linkerkant de echte voeding ziet met eiwit en vetten, zonder koolhydraten. Heel weinig insuline voor nodig. En dat je in die middengroep, en daar zit precies het probleem, onze zogenaamde gezonde voeding hebt. En het is heel individueel. Bij de ene patiënt heb je dus meer insuline nodig om die suikerspiegel goed te houden dan bij de ander. Dus maar gemiddeld genomen wordt die gezonde voeding, leidt dat tot te hoge insulinespiegels. En dan ben je dus intolerant geworden voor die koolhydraten. Want insuline is in een overmaat aanwezig. Wat doet het lichaam? Dat wordt resistent tegen dat insuline. En dan worden die spiegels nog hoger. De alvleesklier moet nog harder werken. Totdat het systeem in elkaar duvelt. En dan krijg je diabetes. En die diabetes, dat is eigenlijk maar het topje van de ijsberg. Nu op middelbare leeftijd, sommige jongeren krijgen al diabetes. Terwijl het voorstadium wat ik had, is al 10 jaar aanwezig. En het stadium daarvoor heb je al, en dat is vanaf jongs af aan al, kan je die hoge insulinespiegels hebben. Bij kinderen kan je hoge insulinespiegels meten. Dus dan zie je al dat die voeding al van jongs af aan negatieve consequenties heeft. Noem je dat hyperinsulinemie met insulineresistentie. Dus een centrale hormonale stoornis die bij de volwassen mensen zeker in 50% is. En als je goed kijkt in Amerika, 80-90% van de mensen hebben dit probleem. Het is precies wat je hier ziet. Geleidelijk aan nemen die insulinespiegels toe.
En ik kan het bevestigen met mijn praktijk. 2 jaar lang bij iedereen insuline is gemeten. Dat er maar heel weinig mensen dus metabol gezond zijn. Mooi. Ik ga verder met het volgende onderdeel. En dat heb ik dus samengevat met metabole dysfunctie. Dus net uitgelegd, dus dat voeding een hele belangrijke rol speelt bij het oplopen van de insulinespiegels. En dat daardoor het lichaam met een antwoord komt en dat is insulineresistentie. Nou is het zo dat de voeding die we nu hebben, die is al enorm veranderd. Maar de omgeving is ook veranderd. En dat geldt voor de persoonlijke levenssfeer. Dus dat we een intensiever bestaan hebben. Vaak een zittend leven. We hebben meer stress, meer gedoe. Daardoor ook veel meer slaaptekort. Dus dat is bij heel veel mensen speelt dat al. Wat meewerkt als olie op dit metabole vuur. Denk ook aan de omgeving. Want mensen kunnen roken of in de rook leven van iemand. Maar ook de luchtvervuiling. Zelfs hier in Leiden, Den Haag, kan je hoge hoeveelheden fijnstof hebben. Ik heb daar zelfs een fijnstoffilter, omdat ik aan de straatkant woon. Nou, dan is allemaal al nodig. Dus ook door de luchtvervuiling hebben we minder zonlicht. Dat draagt bij aan een vitamine D-tekort. En een vitamine D-tekort draagt weer bij aan die insulineresistentie. Nou, je wil niet weten hoeveel mensen medicijnen gebruiken voor van alles en nog wat. De samenleving is behoorlijk gemedicaliseerd geraakt. En er zijn, denk aan antidepressiva, antihistaminica voor hoogkoorts. Maar vooral de steroïden, die inhalatiesteroïden die veel mensen gebruiken. Ook voor de neus of voor de longen. Geleidelijk aan komen er die steroïden in het lichaam. Dragen bij aan dit metabole syndroom. Nou, mensen krijgen chronische ziektes die gekenmerkt worden door inflammatie. Draagt bij aan die ontsteking. Nou, dan staat er in het midden staat er een belangrijk woord, epigenetica. Want wat veel mensen denken is dat ziektebeelden als hypertensie en diabetes puur genetisch is. Van nou, je hebt pech, je krijgt het van je ouders en het is je lot. En je hebt ermee om te gaan. Nou, en het is in feite epigenetica. En dat betekent dat ongezondheid of aanleg wel doorgegeven wordt van ouders naar kinderen. Hè? Dus een ongezonde moeder bij de zwangerschap bijvoorbeeld. En waardoor je een talent meekrijgt voor die chronische ziektes. Maar het is de leefstijl die maakt dat die aanleg tot hun wasdom komt. Dus je kan er veel meer aan doen dan wat mensen denken vanuit dat genetische concept. En dus dat is dat begrip epigenetica. Nou, dus dit is ook een syndroom. Hè? Een syndroom is een aantal beelden bij elkaar. En dat kent dus oorzaken. Hè? Maar het kent ook gevolgen. Dus al die chronische ziektes die wij kennen. Obesitas bijvoorbeeld is eerder een gevolg van die metabole dysfunctie dan wat veel mensen denken. Je wordt eerst te dik, je hebt te veel gegeten en te weinig bewegen. Eigen schuld, we kunnen heel goed met het vingertje wijzen. Elk pondje komt door zijn mondje. Nou, alles zit er vol mee en mensen denken ook werkelijk, eerst word je dik en dan word je ziek. Terwijl er een heleboel mensen zijn die dik kunnen worden, te zwaar kunnen worden, zonder dat ze dit syndroom hebben. Dus het komt niet vaak voor, maar dat kan. En omgekeerd is het veel vaker dat mensen zonder dat ze nou echt te zwaar zijn, dat ze toch die insulineresistentie hebben. Denk aan de Zuid-Aziatische bevolkingsgroepen. Die hebben echt een talent om met een wat dikkere buik niet heel zwaarlijvig te zijn, maar toch metabol ongezond. Je kan wel iets voorstellen met leververvetting en hoge bloeddruk, dat hier allemaal mee te maken heeft. Maar dingen als aderverkalking,
Dat komt toch door het hoge cholesterol. Dus wij denken, ja, voor aderverkalking, hoog cholesterol, je moet een statine geven. Maar in feite wordt die aderverkalking voor een groot deel veroorzaakt door diezelfde factoren, door die metabole dysfunctie. Dus een hoog insuline is een sterkere risicofactor voor een hartinfarct of een beroerte dan het LDL-cholesterol. Dat wil dus al heel wat zeggen. En het is dus eigenlijk jammer dat in de behandeling van aderverkalking, hartinfarct of een beroerte, de nadruk wordt gelegd op de statine. Ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar je mist die andere grondoorzaak. Het is die elephant in the room die niet gezien wordt, die metabole dysfunctie die veronachtzaam wordt en niet meegenomen wordt in de behandeling. Dus dat is mijn grote taak om de bewustwording te creëren en het liefst via de patiënten zoals mensen zoals u en ik zelf, dat die een nieuwe waarheid weer meer boven tafel komt en dan kan je er constructief ook wat aan doen. Want aderverkalking is hier al aan te koppelen, maar dat geldt ook voor nierziekte, maligniteiten en de dementie. Kanker als metabole ziekte, dementie niet als een lot, maar toch iets wat te voorkomen is. Dus dat betekent nogal wat. En hier heb ik een plaatje hoe hard dat op aan het lopen is, die chronische ziekte. En de meest dramatische lijn, dat is de blauwe lijn en dat is dementie. Dat willen we niet hebben. We willen niet aan het eind van ons leven dement in een verpleeghuis terechtkomen. En nu zijn we vaak te laat met een behandeling. En als je op middelbare leeftijd je leefstijl drastisch verbetert, kan je veel meer dat soort aandoeningen voorkomen. En dit moet gewoon, want we kunnen dit als samenleving niet aan. We struggelen nu al enorm met corona, maar die enorme hoeveelheid mensen met dementie, werkelijk een ramp. En dat kan je dus voor een groot deel voorkomen als we met z'n allen metabool gezonder worden. Dus het doet er ook echt toe. En dit concept is ook belangrijk in dit plaatje. Dus dat met wat, zoals ik dat uitleg, dat voeding in het ontstaan van die chronische ziektes veruit het belangrijkste is. En mensen doen ons geloven dat roken net zo schadelijk is. Is natuurlijk niet goed, maar dat vooral weinig bewegen, dat ook net zo schadelijk is als ongezonde voeding. Nee, het is de ongezonde voeding staat met stip op 1 in het ontstaan van de chronische ziektes. En je kan het voor een deel compenseren als de rest goed is. Maar als de rest ook niet goed is, dan telt het bij elkaar op en heb je nog meer kans op die chronische ziektes. Dat zijn allemaal belangrijk, maar het begint met de voeding. Ook met de zogenaamde gezonde voeding. En dan maak ik een klein uitstipje naar COVID. Want ik ben werkelijk COVID-dokter ook geweest het afgelopen half jaar. Zowel in de diensten als op de afdeling. En er zijn twee groepen die daar liggen. De oudere kwetsbare patiënt. Nou, die overlijden er ook aan. En dat gebeurde eerder ook al met griep. Gaan ook vaak niet meer naar de intensive care toe. Dus daar komen heel veel overlijdens vandaan. En dan is er een hele grote groep van mensen met middelbare leeftijd, meer mannen dan vrouwen, die gekenmerkt worden door die bekende chronische metabole ziektes. Vooral overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes. Ze hebben het in feite allemaal. En dat heeft dus consequenties voor hun afweer. Dus waar je gezond bent, kan je, is je afweer voldoende in staat om met COVID om te gaan. En dan word je er niet zo ziek van. Uitzonderingen daar gelaten. Je kan toch met aanleg of genetisch wat pech zijn. Maar verreweg de grootste groep is of oud of metabool ongezond. En dat betekent dus dat een veel meer nadruk op leefstijl, dat heel erg kan helpen om het aantal ziekenhuisopnames te verminderen, aantal IC-opnames, aantal overlijdens te verminderen. Precies de reden waarom we nu in een lockdown zitten.
Ja, en vanuit de politiek is met heel veel moeite gezegd, ja, een wandelingetje elke dag, dat is goed. Maar er is met geen woord gerept over de oorzaken van die metabole ongezondheid. En dat is vooral de voeding in een toch wat ongezondere omgeving. En dus hier is ontzettend veel winst te boeken. Is het niet voor de huidige COVID, dan is het ook straks voor nieuwe virussen die ongetwijfeld weer eens langs gaan komen. Het is niet normaal dat we zo gebukt gaan onder corona. Het zou ook niet nodig zijn als we met z'n allen een veel gezondere leefstijl zouden hebben. Er is heel veel winst te boeken. En dat hoeft ook niet lang te duren. Hè. Je hebt je niet jaren voor nodig. Hè. Met een slimme interventie hè, ben je in een aantal weken al veel beter af. Nou, en die metabole dysfunctie, dat werd ook gevraagd van nou, kan je dat nou bij jezelf meten, dat insuline? Dat is moeilijk. Hè. De artsen doen dat al bijna niet. Maar het is ook niet echt nodig. Hè, want je kan bij jezelf nagaan. Hè, waar we vanavond mee begonnen. Wat eet ik nou? Heb ik honger tussendoor? Hè, je hoort per dag twee maaltijden te kunnen nemen. Of zelfs één maaltijd. Zonder dat je omvalt van de honger. En iets moet eten. Hè, als dat het geval is. Weet je dat je lichaam niet goed getraind is. Op een goede vetverbranding. Nou, je vraagt naar de familie. Hoe zit het in de familie? Gaat het gewicht geleidelijk omhoog? Vooral de buikomvang gaat het omhoog. Hoe is het met de bloeddruk gesteld? Nou, bij heel veel mensen hè, zie je dat buikje groeien. Hè, vooral hè, mannen, vrouwen na de overgang wat meer. Nou, en dan weet je al genoeg dat het metabool niet goed is. En dan kan je dat meten met wat hogere bloedsuikers of hoge triglyceriden. Leverfunctiestoornissen, wat eiwit in de urine, wat kalk in de bloedvaten. Hè, maar het is eigenlijk heel makkelijk te zien vanuit de wetenschap dat het merendeel van de volwassen mensen hiermee behept is. En dan is het ook niet moeilijk om te zien van hé, ik ben wat te zwaar geworden, ik heb honger. En ja, dat betekent dat je iets aan je leefstijl en dus aan je voeding moet gaan doen. Dus het is makkelijk te herkennen en daar heb je geen bloed voor nodig. Nou, dit is de voeding. Ik heb toevallig nu ook zo'n freestyle op. En dan ik heb nu net vanavond gegeten, maar dat was koolhydraatarm. Dus ik heb nu, kan je met zo'n sensor, kan je meten wat het doet. Dus onder je arm. Dus dan, en dan geeft een geweldig inzicht. He, dus ik heb nu, dan zie je, een bloedsuiker van 7,5. Dus ik ben toch een beetje nou, opgewonden, rode standjes, rode wangetjes. Ik wil het goed vertellen. Dus mijn bloedsuiker is wat hoger dan wat het normaal is, rond de 6. Heel normaal. Ik heb dus geleerd he, dus dat ik beter niet alcoholvrij bier kan nemen. Want dan gaat mijn bloedsuiker naar 11 en een uur later is naar 3 en dan voel ik me niet lekker. En zo kan je met deze feedback van zo'n glucosemeter, kan je zien wat je wel kan verdragen en wat niet. Want er is een individuele gevoeligheid. De een kan wel tegen een banaan en de ander niet. De een kan wel tegen rijst en de ander niet. Dus je kan veel voeding ook weer toelaten in je dieet. Als je weet dat je bloedsuikers daar niet te hoog van oplopen. Dus dit is voor iedereen al bereikbaar. Of met een vingerprikje thuis. Of met zo'n mooie meter. Dus hier volgt dus uit dat onze behandeldoel een ander accent mag leggen. Dat is een beetje een fancy dia. De meeste dokters zeggen nog steeds van nou, u moet afvallen. Dat moet u zelf doen, want het is uw eigen schuld. Dat is vaak impliciet wordt dat meegegeven. En als u nou maar meer beweegt en minder eet, dan komt het goed. Of alles met mate. Of je kan wel goed eten, maar als je veel sport, komt het wel goed. Nou, dat doet dus een beroep
op de wil van de patiënt. En wat gebeurt er als mensen hiermee aan de slag gaan? Dan gaat hun verbranding naar beneden. En dat betekent dat de honger omhoog gaat en dat het niet vol te houden is. Dus het is een tegennatuurlijk schadelijk advies waar veel mensen nog mee aan de slag moeten. En dan is het dus niet gek dat je dus een enorm jojo gewicht krijgt. En hoe meer en dieper je jojoot, hoe slechter het gesteld is met de verbranding en hoe moeilijker het is om later ook weer een goed gewicht te hebben. Dus als je de strategie omgooit naar hormonaal, dat je ervoor zorgt dat je die insulinespiegels zo laag mogelijk krijgt, dan is dat veel en veel gezonder. Dus met dit model, hoe krijg ik mijn insuline lager? Dan volgt daar vanzelf uit dat mensen minder honger krijgen, dat ze beter eten, betere verzadiging hebben en dat ze dus minder calorieën ook minder krijgen. En dan lukt het afvallen ineens wel. Dus je gooit het om en het gaat lopen. Dus die leefstijlinterventie gericht op een metabole gezondheid wordt dus gekenmerkt door stap 1, een beperking van het bewerkte voedsel. Nou, dat is te doen. Dus dan, daarmee haal je dus de suikers, de zetmeel, het linolzuur uit die plantaardige oliën. Voor sommigen de caseïne uit de koemelk haal je al weg. En je voorkomt vooral dat je een combinatie eet van zetmeel en die oliën. Dat is in die bewerkte voeding. Want die combinatie, die is het meest ongezond. Nou, als je dus gezonder gaat eten, minder koolhydraten, heb je minder slechte vetten, heb je minder honger. En dan kan je dus ineens je tussendoortjes overslaan. Dan heb je trek, maar dan denkt het lichaam, ik moet wat hebben. Maar dan neem je een slokje water. En dan gaat dat als een golf weer over. Dan kan je de volgende maaltijd halen. Dus je kan het ontbijt dan heel makkelijk overslaan. Van nature zijn de bloedsuikers 's ochtends het hoogste. En dat wil al in feite zeggen, het lichaam heeft helemaal geen voeding nodig. Ik meet dus die bloedsuikers, die zijn bij mij 's ochtends tussen 6 en 7. En 's avonds voor het avondeten tussen de 5 en 6. Dus ik heb een soort hongertraining achter de rug, waarbij je dus precies weet dat er een match is tussen je hongergevoelens en de lage bloedsuikers. Waarmee je dus weer weet van nou, nu is er een mooi moment om weer te gaan eten. Dus heel belangrijk. Hè? Dus natuurlijk ik krijg al een mooie vraag van het bekende riedeltje. Hè? We moeten ontbijten als een keizer, lunchen als een koning en avondeten als een bedelaar. Het ontbijt is heilig. Nou, dat klopt in zekere zin als je puur op suikers leeft en op zetmelen. Want als je geen ontbijt hebt, dan hou je het niet vol tot de lunch. En dan ga je grazen en dan ga je slechte dingen eten in een te grote hoeveelheid. Dan is een ontbijt goed. Maar als je op je vetverbranding leeft, dan kan je moeiteloos je ontbijt overslaan. En dan eet je wanneer je honger hebt. Dat is dat oude normaal waar ik op doelde, waar we vroeger mens mee zijn geworden. En dat is veel gezonder. En dan eet je maar 1 of 2 keer per dag. Dus veel en veel beter. En dan geeft het je lichaam rust. En dan geeft het ook energie. Want je hebt tussendoor geen suikerschommelingen. En de meeste mensen voelen zich daar veel beter bij. Dus het bewegen, het sporten. Ik ga op zaterdagochtend spinnen. Dan krachttraining doen, zwemmen. Op een nuchtere maag. Dus om dat op je vetverbranding te doen. En na het sporten bewust een paar uur niet eten om je metabole gezondheid te bevorderen. Dus, en dat is heel goed trainbaar. Ja, en de voorwaarden zijn natuurlijk dat je ook een beetje mee moet zitten. Dat je niet te veel stress hebt. En dat je voldoende slaapt, voldoende kan ontspannen. Dat je profiteert van de zon, dat je niet veel medicijnen nodig hebt.
ja, hoe beter ook die omgeving persoonlijk en de bredere omgeving voor elkaar is, hoe makkelijker je met die eerste drie punten aan de slag kan en je metabole gezondheid kan verbeteren. En dat is in no time gebeurd. Dus zo'n voeding bestaat dus vooral uit een combinatie van vet en eiwit. En dat zijn vooral de dierlijke producten. Daar zitten de meeste natuurlijke voedingsbestanddelen in. En ik zeg er als eerste bij dat een hele industrie met megastallen, met veel verontreiniging, dat heel veel nadelen oplevert. Vergis je niet, ook de kippen en de varkens kunnen op een verkeerde manier gevoerd worden, waardoor het vlees ongezonder is. En dat is waarom je hoort dat je grasgevoerd vlees moet eten, dat een rundvlees minder risico heeft op het bevatten van slechte vetten dan kip en varkens uit megastallen. Het zit dus heel genuanceerd in elkaar. Dus ik haal het vlees hier van de boerderij, van een os die anders, en die wordt een leven gegund, 3 dagen, een jaar of 3, heerlijk op het gras, gaat dan naar de slacht. En dan krijg je daar goed vlees van. Nou, dat is heel wat anders dan vlees van een plofkip. En ik heb al gezegd dus dat vanuit de eiwitten, dat het dus moeilijker is om vanuit een puur plantaardige voeding dus voldoende eiwitten binnen te krijgen. En zeker die essentiële vetten, dat is moeilijker. Dus je komt moeilijker tot verzadiging. Dus het is moeilijker om ontbijt en tussendoortjes over te slaan. Dus zo zit het wel een beetje in elkaar allemaal. Nou, en dan is de bonus, en dat is het interessante van het afgelopen jaar, en er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Dus als je je lichaam traint op vetverbranding, dus dat je moeiteloos dus een dag niet kan eten en dat je dan je brandstof gebruikt uit je eigen lichaamsvet. Dat is ook precies de bedoeling, dat je volgens de seizoenen wat opbouw hebt in de zomer met wat fruit. En dat je in de winter dat je dit opgeslagen vet weer kan verbranden. Maar dan moet je het lichaam daar wel de gelegenheid toe geven. En dat lukt alleen maar door die insuline laag te hebben, zodat die vetverbranding op gang komen. Nou, dan komen dus de ketonen vrij die je kan meten in je bloed, in de urine. En ik doe dat in de uitademingslucht met een pijp, meet ik aceton. En dan zie ik dat ik nu al 2 jaar in een voedingsketose ben, op een natuurlijke manier. Dus waar ik me heel goed bij voel, veel beter mee voel dan toen ik dit nog niet deed. En dus vanuit de vetten die ik eet of vanuit mijn lichaamsvet gebruik ik die vetten als brandstof. Ketonen komen erbij vrij. En het mooie is, dit kent niet zozeer bijwerkingen, maar bijvangst in de gezonde zin. Want mensen hebben een betere concentratie, mentaal gaat het al beter, soms zelfs minder depressie. Mensen hebben vaak gewrichtsklachten. Nou, je remt de ontsteking van binnenuit, dat kan al positief beïnvloed worden. Huidproblemen kunnen verbeteren. En heel veel van die kleine kwalen die reageren al goed op die voedingsketose. En de hele wereld is er al veel verder mee dan in Nederland. In Nederland is men ontzettend angstig of conservatief of polderachtig. Dus dan zeggen ze van nou, een beetje minder suikers, dat is goed. Maar we mogen niet aan de boterhammen en het fruit komen. En dat is precies de reden dat je nooit of bijna niet die voedingsketose bereikt. En dus ook niet al die voordelen ervan van hebt. Dus, het is, dus hier zit de winst ook, denk aan die cognitieve problemen. Dus als je vanaf je middelbare leeftijd in een voedingsketose leeft, dan voorspel ik dat de kans op dementie een stuk lager gaat worden. Dus een gedurfde uitspraak geldt ook voor kanker. En ik hoop dat onderzoek dat gaat bevestigen. Dus het is de afgelopen jaren alleen maar sterker geworden, hè? De case voor ketose. En nou, het vergt wat aandachtspunten.
Want het is niet zo makkelijk. We leven in een obesogene omgeving. Er is een gedragsverandering nodig. Er is een aanpassingsfase nodig. Nou, dat kost weer even moeite. Dus het afkicken van de koolhydraten. Je moet je lichaam trainen om die vetten te gaan verbranden. Om beter om te gaan met die ketonen. Als je medicijnen hebt, moet er begeleiding zijn om die medicatie af te bouwen. Dus ik was echt een medicijnman als dokter. Ik voelde me een meesterkok in het samenstellen van medicijnen met goede aandacht voor bijwerkingen, bijstellingen. Dat was de hoofdmoot van mijn spreekkamer. Maar helaas meer en meer medicijnen. Tot 10 per dag. En sinds ik dit als optie overbreng aan de patiënten, is het minder. En dat is voor die mensen zo fijn en voor mij als dokter zo dankbaar om op die manier te werken. En het is niet makkelijk, want het kost veel tijd. Je omgeving, de diëtistes, verpleegkundigen moeten er ook geleidelijk aan wennen. En als je dat als team organiseert, zoals we het nu in Den Haag doen, dan kan je die successen krijgen. En natuurlijk de een hartstikke goed, die doet het op eigen kracht met een A4'tje informatie. De ander heeft een diëtiste nodig. En de derde, die moet ik naar de psycholoog sturen om van die verslaving af te komen. Zo diep kan dat zitten. Dus een individuele benadering om bij iedereen het te gunnen dat die metabole gezondheid beter wordt. En heel vaak zijn toch nog wat medicijnen nodig. Ik noem het een hybride model. Het beste van twee werelden. De mooie medicijnen die er zijn. Maar alleen als het nodig is. En gelukkig is het dus veel minder vaak nodig als je die leefstijl op orde krijgt. En je mag weer wat meer zout gebruiken. Dus zout kan uit het verdomhoekje. En nu heb ik geleerd dat het veel gezonder is om goed in het zout te zitten dan goed in het suiker. De combinatie is niet goed. Maar zout in plaats van suiker, daar voelen de mensen zich wel goed bij. Nou, als je goede voeding hebt, met een stukje vlees, vis, daar zit alles al in, dan heb je die supplementen nauwelijks nodig. Misschien nu in de COVID-tijd, als je wat kwetsbaarder bent. En zit je wat meer aan de plantaardige kant, dan heb je weer wat meer supplementen nodig. Ook dat is een advies. Dus en iedereen heeft zich heerlijk, kan op hun eigen manier invulling geven aan deze leefstijl. Dus die voedingspyramide ziet er dan ineens heel anders uit. Dat basisvoeding is echte onbewerkte voeding. Vooral hier staan de dierlijke producten. En aan de top staan de groenten. Dat is een beetje facultatief. Dus als je alleen vlees wil eten, dan heb je groenten of granen niet nodig. Nou, maar als je metabool gezond bent, en zo doe ik het graag, dan geniet ik ook graag van wat groenten. En ik neem af en toe een zuurdesemboterham. Nou, dus de melk van de Jersey koe. En ik neem ook echt af en toe weer eens een grapefruit of een sinaasappel die langskomt. Nou, en het opvallende is dat ik daarmee niet uit die voedingsketose geraak. Ik moet echt een heel weekend aan het bier en de bitterballen en de pasta, zoals het vroeger ging. Dan ben je een week die voedingsketose kwijt. En dat wil ik niet, want dan voel je je meteen heel veel slechter. Dus het is echt voor mij en voor veel mensen die ik hierin begeleid, op en top. En dus je richt je op voeding die goed verzadigt. Dus we zijn zo gebakken aan ontbijt, lunch, avondeten en tussendoortjes. Maar dat is, als je erover nadenkt, helemaal niet nodig. Natuurlijk zijn er familiepatronen. Dat het sociaal handig is om 's avonds een hoofdmaaltijd te hebben. Maar dat kan ook in de... dat kan ook zijn dat je juist vaart op een goed ontbijt en een goede lunch en dat je daarna niet meer eet. Is heel persoonlijk. En als je maar eet tot verzadiging, met voeding wat verzadigend is, en dat je pas weer opnieuw wat eet als je honger krijgt. En of dat nou 1 of 2 en soms 3 maaltijden per dag zijn. Als ik een hele actieve dag ben, neem ik rustig weer een yoghurtje. Dus ik wil dus voorkomen dat mensen met zo'n zwart-wit dogmatisch gevoel naar huis gaan. Dat het allemaal vreselijk moeilijk is en niet vol te houden is. Nou, wat niet vol te houden was,
is het oude advies. En met goede begeleiding worden hier de patiënten steeds beter in. Want ze snappen wat het werkt. En natuurlijk hebben ze een terugval af en toe. En zeker in zo'n moeilijk jaar als wat we meemaken. Maar dan hebben ze toch weer het vertrouwen. Nou, als het weer wat beter gaat, weer wat vertrouwen, dan weet ik hoe ik mijn gezondheid weer kan verbeteren. En dat is het mooie. Dan is het op eigen kracht, want hier heb je dus geen medicijnen voor nodig. Dan ervaar je het zelfherstellende en het verjongende vermogen van het lichaam. Dus vrouwen krijgen weer hun eigen haarkleur terug. De lippen worden weer roder. Je hebt geen lippenstift nodig. Je kinderen gaan weer blozen. Die onrustige huid en die veroudering. Nou, al die dingen zijn gedacht als natuurlijke verouderingsverschijnselen. Maar die kan je met een gezonde leefstijl voor een groot deel voorkomen. Het is bijna te mooi om waar te zijn. En je moet het ervaren om het te kunnen geloven. En de meeste mensen die ik begeleid, die ervaren dit. Ook niet iedereen. Dus er zit variatie in. En dan moet je het creatief op een andere boeg, over een andere boeg gooien. Je komt er niet bij iedereen uit. Maar het is wel veel mooier werken dan wanneer je alleen maar op medicatie vertrouwt. Dus ik kom tot de conclusies, dames en heren van het gehoor. Dat we te kampen hebben met een enorme epidemie aan chronische ziektes die te maken hebben met een toename van bewerkte voeding. Dus niet alleen de suikers, maar het zijn zeker ook de bewerkte zetmelen en de bewerkte oliën, de plantaardige oliën. En dat ook nog eens een keer in een ongezondere omgeving. De perfecte storm waarom het zo uit de hand loopt. En waarom zoveel mensen chronische ziektes hebben. En waarom we een overspannen gezondheidszorg hebben. Waardoor we niet meer oud kunnen worden zonder chronische ziekte. En aan ouderdom kunnen overlijden. Waarom we zo te kampen hebben met COVID. En alle complicaties die we niet kunnen opvangen. En ik heb laten zien dat die metabole ongezondheid heel veel voorkomt. En dat het sluipend erin gaat. En dat je dus kan zien aan je dieet, aan je honger, maar ook kan meten aan je insuline, je gewicht, je buikomvang, je bloeddruk. En het centrale thema is in die grote groep chronische ziektes. Het is belachelijk dat zoveel mensen die chronische ziektes hebben, zo door die metabole dysfunctie. En dat die leefstijlinterventie, die dus... Leefstijl is een gekaapt begrip, want heel veel mensen die vinden leefstijl is mooi. En denk aan Coca-Cola, sponsoring van grote eventen. Als je maar goed sport, dan kan je daarna lekker een colaatje drinken. Ja, maar zo zit het subtieler in elkaar. Het gaat erom, wat is de invulling van leefstijl? Wat bedoel je er nou echt mee? En hoe pas je dat toe op jezelf en op die individuele patiënt? Waar je dan als zorgverlener mee te maken hebt. Dus je hebt nu door wat nou echt gezonde voeding is. Ook dat is individueel verschillend. Maar de grote lijnen kunnen jullie nu vasthouden. Dat is in plaats van een heilig ontbijt, dat het omgekeerde, het vaste, dat dat eigenlijk veel gezonder is. En dat een goede slaap, een goede ontspanning en een goede beweging heel belangrijk is. Dus concrete adviezen. De geraffineerde koolhydraten en olie weghalen. Dus vooral de combinatie van suiker en vet vermijden. Dus gebruik de plantaardige dierlijke eiwitbronnen. Dus eet plantaardig dierlijk vet ook. Gaat vaak hand in hand met eiwit tot verzadiging. Waardoor je minder hoeft te eten. En werk aan die andere kant van het lichaam. Om dit allemaal vol te houden. Dus ik vind het, dit is de slotdia met nog een mooie quote. Het is dat als die chronische ziektes zo sterk te maken hebben met leefstijlfactoren en vooral voeding, dan moeten we om het tijd te keren ook daar ons geld op inzetten. Massaal om die epidemie aan chronische ziektes die er nu heerst en die anders alleen maar toeneemt,
om dat in de hand te houden. Tot slot, denk aan de vier C's. De connections, heb je een goede familie? Heb je zingeving? Sta je op met iets moois voor de boeg op de dag? Ga je goed om met stress? Maar weet je weer goed met elkaar de lekkere dingen van te koken? Dan kan je van deze levenswijze ook echt heerlijk genieten. En is het niet een strafexpeditie met dingen die allemaal niet mogen? Nou, heel veel succes met de reflectie hierop. Zegt het ook voort. En we hebben mensen zoals u ook nodig om, dat zie je aan die vereniging Je Leefstijl als Medicijn, dat je vanuit de patiënten deze verbetering weet door te zetten. Nou, hartelijk dank voor de aandacht en geweldig dat jullie hier vanavond bij aanwezig wilden zijn.